Het spel wordt gespeeld en wij zijn de pionnen. Bunkerdagboek gaat over Linus, een jongen van 16 jaar die op straat leeft. Hij dacht een onschuldige blinde man te helpen, maar dit draaide uit tot een grote nachtmerrie. Linus werd wakker in een lift, vastgebonden in een rolstoel. Later bleek dat hij in een ondergrondse bunker zat en dat de blinde man eigenlijk niet blind is. Hij had Linus ontvoerd en hield hem overal in elke kamer in de gaten met camera's. In de bunker zijn 6 slaapkamers met een bed en een tafeltje. In elke slaapkamer lag ook een pen en papier en een bijbel. Er is ook een keuken, eetkamer en badkamer. De lift komt elke ochtend naar beneden en gaat elke avond weer naar boven. Deze wordt bestuurd door de man die hem heeft ontvoerd. Heb je iets nodig van eten of zo, moet je een boodschappenlijstje met wat je wilt in de lift leggen. En de volgende ochtend ligt alles van producten dat je had opgeschreven in de lift. Maar opeens lag er een meisje in de lift. Haar naam is Jenny en ze is 9 jaar oud. Verder komen ook Anja en Fred in de bunker terecht. Fred is heel sterk en drugsverslaafd. Anja rookt veel en is gemeen. Ook belanden Bert en Russell in de bunker. Russell heeft een hersentumor en Bert is gek geworden door een hondenbeet. De ontvoerder wou zien hoe ze gingen reageren op een agressieve dobberman. De hond belandde ook via de lift in de bunker en viel Bert aan en beet hem in zijn nek. Ook lag er eens een briefje van de ontvoerder in de lift waarop stond: luister, beloofd. Hij die een ander doodt zal vrij zijn. Ze wisten allemaal dat de man een spel met hen speelde. Buiten Bert, die niet meer helder kon denken door de hondenbeet. Op een ochtend ging Jenny Linus wakker maken. Ze stond helemaal te trillen. Het leek alsof ze een spook had gezien. Hij kon het wel raden wat er was gebeurd, aangezien Fritz hen de avond ervoor had gezegd dat ze allemaal hun deur moesten blokkeren. Wat bleek dat Bert helemaal is doorgeslagen door die hondenbeet en op zoek was naar iemand om te doden. Hij had het briefje ook gelezen waarop stond dat hij vrij kwam als iemand doodde. Linus ging kijken op de gang wie het slachtoffer van Bert was en zag daar het levenloze lichaam liggen. Opeens hoorde hij Jenny schreeuwen in zijn kamer. Hij besefte dat hij haar alleen had gelaten en dat Bert niet meer in zijn eigen slaapkamer was. Hij deed de deur open en zag Bert voorovergebogen boven Jenny staan. Dit angstaanjagend verhaal is geschreven door Kevin Brooks. Hij is een Britse auteur en is nu 63 jaar oud. Enkele boeken die hij heeft geschreven zijn I, Boy, Het Totempad en nog veel meer. Het boek Bunkerdagboek is een thriller en is uitgegeven in het Nederlands in het jaar 2014 door de uitgeverij De Harmonie. De oorspronkelijke titel is The Bunker Diary. Bunkerdagboek bevat 236 pagina's. Ik vond het een akelig en bloedstollend boek. In het begin gebeurt er niet veel, maar op het einde is het heel spannend en wil je blijven doorlezen. Het boek heeft mij geleerd dat je niet zomaar iemand moet vertrouwen. Zelfs de mensen waarvan je het niet zou verwachten kunnen slechte bedoelingen hebben, zoals in dit boek de man die deed alsof hij blind was.